Ja, wat hebben jullie vandaag kunnen brengen tegen Feyenoord? We hebben gestreden, zorgen dat wij in de wedstrijd blijven. Zorgen dat ze niet scoren. Dat hebben we geprobeerd. Is jammer genoeg niet gelukt. Hun straffen ons fouten af. Maar we probeerden gewoon in de wedstrijd te blijven. Heb je enige momenten het idee gehad dat er iets te halen viel? Eigenlijk wel. We kwamen een paar keer wel eruit. Zijn we in de eindfase misschien net te slordig. Maar ik denk dat er zeker kansen lagen voor ons. Ik had het idee dat er een soort berusting was van Feyenoord is sterker. Dus ja, laten we maar proberen om de schade te beperken. Zo zag het er in ieder geval uit. We hielden natuurlijk tegen. En vanaf de eerste minuut hebben we al doorgekregen dat we kort op hun moeten zitten. En aan ons de kunst dan natuurlijk zorgen dat we niet scoren. Ja, je krijgt ook helemaal geen tijd om te voetballen. Want ze zitten er continu ook, als jullie de bal hebben, heel kort op. Ja, zeker. Ja, je weet het natuurlijk. Het is natuurlijk een topploeg. Heb je ook gezien tegen Atletico. Ik denk dat we het met Vlagen wel goed hebben gedaan. Grote broer vandaag op de tribune. Als hij je dadelijk ontmoet, wat zegt hij dan tegen je? Is hij dan kritisch? Ik weet niet. Ik heb hem nog niet gesproken. Ik heb hem net wel heel eventjes gezien. Maar ik spreek hem zo meteen wel. Ja, hoe gaat het normaal gesproken? Is hij kritisch tegen je? Ja, tuurlijk. We zijn kritisch tegen elkaar. We zeggen wat goed is en wat beter moet natuurlijk. Dus het hoort allemaal bij. Het is wel leuk als jij hem dadelijk even fileert over zijn optreden bij Milan de afgelopen weken. Ja, ook klopt. Dus ik bel hem elke dag eigenlijk wel. Maar vandaag, even terug naar de wedstrijd, was het kansloos toch? We hebben niet heel veel gecreëerd natuurlijk. We proberen nog een paar keer te counteren, slordig in de eindfase. En hun straffen ons gewoon af in onze eigen fouten. Dankjewel. Alsjeblieft.